Dank u wel, voorzitter. Ja, Griekenland dreigt misschien zelfs failliet te gaan. En ook andere landen. Dankzij jarenlang slappe links beleid van de linkse politici die in Europa de dienst hebben uitgemaakt. Gordon Brown, Barroso, Schulz, Cohn-Bendit, Guy Verhofstadt. Europa, Europa. Meneer Verhofstadt, kunt u alsjeblieft ook naar mij luisteren? Miljarden, miljarden zijn er gevloeid naar zwakke lidstaten. En al bij toetreding bleek Griekenland met de cijfers te knoeien. Maar nee, u was daar blind voor. Europa moest en zou uitbreiden. En dankzij falende politici als u zijn deze economieën kunstmatig opgeblazen. En nu lopen ze leeg. En wat gebeurt er nu? U gaat gewoon verder met uw rampzalige beleid. Wie klopt er op de deur van de Europese Unie? Nog meer arme landen. Albanië, IJsland, Macedonië, Kroatië, Serven, Kosovo, zelfs Turkije. Arme en arme landen die ook lijden onder een enorme corruptie. En dan Spanje met een hoge werkloosheid. 700.000 illegalen gelegaliseerd. En die hebben ook hun families hierheen gehaald. En nu 20% werkloos in Spanje.